is het tijd voor Rob. Eindelijk is het zover. Kom er maar bij. Even kijken, je kan hier achterlangs. Het is wel leuk om elkaar in levende lijven te zien. Maar je mist natuurlijk een heleboel leden. Aan de andere kant dacht ik, een normaal congres van D66 duurt een dag. Ja. Anderhalve dag als je het inborrelen en uitborrelen meerekent. Als ik het een beetje zo begrijp her en der. Dan is dit wel lekker efficiënt. Het is wel lekker efficiënt, maar het is ook een beetje saai. Toen ik hier vanochtend aankwam op deze prachtige studiolocatie. Vind je het saai? Ja, nou, het is heel leuk om achter de schermen mee te kunnen kijken met alles wat al hier is gebeurd. Maar ik mis toch wel een beetje de reuring van die meer dan 1000 leden die dan bij elkaar zijn op één locatie. Maar ik begreep dat er ook meer dan 1000 mensen aan het meekijken zijn nu online. Dus dat is heel gaaf dat zoveel D66'ers meedoen met dit online congres. Ja, ze kunnen misschien nog toch een selfie nu met je maken, zo met hun scherm. Ik zal even goed voor de camera gaan staan. Ga er even goed voor staan, inderdaad. Ja. Arm eromheen. Ja, hartstikke leuk. Hey, we hebben je alleen natuurlijk al ontzettend veel gezien op beeld. En dat zal je zelf ook wel leuk vinden om er nog een keer naar te kijken. Rekening houden met de artsen en verpleegkundigen die nu al worden overspoeld door mensen die voor hun leven vechten op de intensive care. Kun je een paar voorbeelden geven van waar mensen dan nu tegenaan lopen omdat ze toch de hele week thuis moeten zijn en niet meer de zorg kunnen krijgen die ze anders wel krijgen? Ik vind dat we daar heel open over moeten zijn, zodat iedereen in Nederland weet waar we met elkaar aan toe zijn. Want we zijn wellicht voorbij de start, maar nog niet aan het einde van het begin. Even denken aan de ontdekking van de hemel toen ik deze quote voorbij zag komen. Ja. Inderdaad, het is een hele intelligente opmerking. Hoe is het nu? Laten we even gewoon de stand van zaken doen. Ik vind allereerst het feit dat we vandaag vanuit Brabant dit online congres doen voor mezelf heel symbolisch. Ik ben opgegroeid in deze provincie, in Uden, een van de plekken die het hardst is geraakt door deze coronacrisis. Mijn schoonouders wonen hier vlak om de hoek van deze studio, vlak bij de Belgisch-Nederlandse grens. En die zien nu hekken op die Belgische grens staan. Iets wat ze nog nooit hebben meegemaakt in hun leven, omdat hier het sociale leven zo erg over die grensregio is verspreid. Dus ik heb een beetje een dubbel gevoel. We staan op een soort van kruispunt in deze coronacrisis. We zien allemaal de weg vooruit, de stille hoop dat het kabinet misschien in de komende weken de maatregelen wat kan versoepelen, omdat de druk op de ziekenhuizen wat aan het afnemen is. Maar als je tegelijkertijd op dat kruispunt naar links en naar rechts kijkt, dan zie je nog steeds heel veel mensen die overlijden. Een hele heftige situatie in verpleeghuizen, bij de thuiszorg, met zorgmedewerkers die eigenlijk zeggen, ik heb nog steeds te weinig beschermingsmiddelen om mijn werk goed te kunnen doen. Dus het is een heel dubbel gevoel waar we nu staan in deze coronacrisis. Ja, en tegelijkertijd inderdaad hopen toch ook wel heel veel mensen dat de scholen weer open kunnen. Wouter wilde daar net tegen mij niks over zeggen, maar je zei dat er achter de schermen veel gepraat wordt. Dus wat heeft hij net tegen jou gezegd daarover? Dat Wouter in ieder geval heel druk aan het werk is met alle collega's in het kabinet. Maar ik vind het zelf, kijk, de volksgezondheid staat natuurlijk voorop. Dus we zullen ook de komende weken moeten kijken hoe het gaat met die druk op de ziekenhuizen en op de zorg. En alleen als de experts van het RIVM zeggen, we kunnen langzaamaan de maatregelen wat los gaan laten, dan kunnen we dat ook gaan doen. Maar ik vind tegelijkertijd ook als D66, je voelt ook de druk op onze vrije en open samenleving, waar we toch met elkaar ook heel erg trots op zijn. Het idee dat we nog weken, misschien maanden, in een anderhalve samenleving moeten zitten, stemt me ook ergens wat droevig. Het is eigenlijk een halve samenleving op anderhalve precies meter afstand. Ja, kijk, we dit jaar was eigenlijk het jaar waarin we 75 jaar vrijheid zouden vieren na de Tweede Wereldoorlog. En we vieren die vrijheid nu in de grootste onvrijheid die we sinds 1945 eigenlijk ooit met elkaar hebben gekend. En zelf ben ik al heel lang niet meer bij mijn ouders geweest bijvoorbeeld, die in Uden wonen vanwege de veiligheid en de volksgezondheid. Ik hunker echt naar het moment dat je familie en vrienden weer even kan vastpakken, even kan knuffelen. Maar ook deze maatregelen die we de afgelopen tijd hebben moeten nemen, zijn ook een grote inperking op die vrije en open manier van samenleven die we kennen. En ook op gewoon fundamentele grondrechten. Het feit dat je nu niet bijeen mag komen in vereniging, dat je niet kan demonstreren, dat je niet kan genieten van binnensteden waar je lekker jezelf kan zijn en op een terras kan plaatsnemen. Dat is een enorme inbreuk eigenlijk op het leven dat we gewend zijn. Dus we gaan wat mij betreft de komende tijd ook wel kijken hoe we op een veilige en geleidelijke manier die samenleving weer langzaamaan meer ruimte kunnen geven. En wat mij betreft niet met die flauwe discussie over gezondheid versus economie. Want we zagen de afgelopen weken in een aantal talkshows ook wel heel erg dat economie en gezondheid dan tegen elkaar werden afgezet. En dat het vooral gaat over hoe kunnen we weer zo snel mogelijk geld verdienen. Het is natuurlijk belangrijk om te kijken hoe sectoren weer ruimte kunnen krijgen, maar vooral ook hoe kun je die samenleving weer opstarten. Ja, maar het is ook een beetje gesimplificeerde discussie, hoor ik jou dan eigenlijk zeggen. Want het absoluut is niet per se zo'n zwart-wit tegenstelling. Nee. Je vroeg naar het onderwijs, dat het daar eigenlijk wel,
daar begint het ook wel mee, denk ik. Hè? Ja. Jij vertelde mij voor de uitzending van dit online congres dat jij ook allerlei ballen in de lucht moet houden om thuis onderwijs te geven. Ja. Dat geldt volgens mij voor heel veel mensen. Allereerst natuurlijk geweldig wat leraren en ouders de afgelopen weken voor elkaar hebben gekregen. Want ja. Dat besluit om scholen te sluiten, dat ging in het weekend. En je zag op maandag en op dinsdag al fantastische voorbeelden van thuislespakketten. Ouders die allerlei creatieve manieren bedachten om hun kinderen te begeleiden. En ik heb zelf een aantal Insta live gesprekken gedaan met docenten die via YouTube echt op hele creatieve manieren toch nog lesgeven. Dus groot compliment voor alle mensen die dat doen. Maar uiteindelijk, mijn vader is zijn hele leven leraar geweest, net met pensioen. Maar wat ik van hem altijd heb geleerd is dat het allerbelangrijkste van het vak van docenten is dat persoonlijke contact met je leerlingen en studenten, ze even in de ogen kunnen kijken, ze net wat extra begeleiding te geven. En dat is gewoon heel moeilijk in de situatie waarin we nu zitten. Dus als in de komende weken duidelijk wordt, na het onderzoek van het RIVM, dat die besmettelijkheid onder kinderen zeer beperkt is en je ook weer veilig onderwijs kan geven, dan gaan we wat mij betreft echt aan docenten en schoolleiders vragen, hoe kun je in jouw schoolgebouw of op jouw kinderopvanglocatie dat op een verantwoorde manier doen? Niet alleen zodat ouders weer wat meer ruimte krijgen om relaxer thuis te werken of misschien zelfs naar kantoor te gaan, maar vooral ook zodat kinderen, leerlingen en studenten ja, toch het allerbelangrijkste onderwijs, zelfontplooiing, dat weer beter kunnen doen dan we nu met alle knappe kunsten voor elkaar krijgen thuis. Ja, ja, je voelt inderdaad aan alles hoe belangrijk goed onderwijs is. Dat gegeven wordt door professionals en als ouder doe je je best, maar je kan er niet tegenop. Je hebt wel wat kritiek ook gekregen. Je bent de beste oppositiepartij, werd er op een gegeven moment op de radio zelfs gezegd. Dat is natuurlijk een beetje gek. Hoe bedrijf je politiek in deze Ja, ik wist ook niet zo goed of dat een compliment of een kritiekpunt was. Laat ik allereerst zeggen dat ik het heel belangrijk vind dat de Tweede Kamer, maar ook gemeenteraden, provincies, gewoon het democratische proces wel hebben doorgezet. Dit is een superzware crisis en het crisismanagement ligt natuurlijk bij het kabinet. Maar het is ook heel belangrijk dat wij kunnen controleren wat het kabinet besluit en welke impact dat op ons heeft. Ik heb ook de afgelopen weken gezegd, wij zijn 3 jaar geleden met dit kabinet toch wel aan een bijzonder avontuur begonnen. Combinatie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 was niet een voorkeurscoalitie van heel veel D66'ers. Maar we wilden toen wel laten zien dat we in een versplinterd politiek landschap ook een stabiel kabinet konden vormen dat de grote uitdagingen van deze tijd aan kan. En dat hebben we al laten zien met pensioenen en met klimaat. En dat laten we nu ook zien in die coronacrisis. Een kabinet dat gewoon verstandig en rustig die coronacrisis nu aan het aanpakken is. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook niet betekenen dat ik als coalitiefractievoorzitter alleen maar applaudisserend aan de zijlijn hoef te gaan staan wachten. Sowieso het onderscheid coalitie-oppositie is eigenlijk niet zo relevant als het gaat om de corona-aanpak. Ik vind dat we gewoon als hele Kamer moeten kijken welke facetten van die corona-aanpak kunnen we steunen en waar zijn we kritisch op. En ik ben kritisch geweest in het begin op de slechte crisiscommunicatie. Ik ben kritisch geweest toen het onderwijsveld zei, ga nou wel over tot sluiting van die scholen, ondanks dat het RIVM dat nog niet nodig vindt. En ik ben heel kritisch geweest op de inzet van het kabinet in Europa. Ik had het net over die vrije en open samenleving en het fundament van onze vrijheid is toch wel echt Europese samenwerking. En je moet dus ook als Nederland laten zien dat je solidair bent met andere landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis en dat we juist door Europese samenwerking hier ook beter uit kunnen komen. Ja, ga je ook weer profileren met de app, de corona-app? Ja, dat is vragen over binnen, onder andere Anne die vraagt van waarom gaat D66 ook voor een corona-app? Dat lukt tot nu toe alleen in Rusland en China. Hashtag eng. Ja, dat hashtag eng, dat was ook het eerste gevoel wat wel bij mij opkwam toen die app voor het eerst werd genoemd tijdens de persconferentie van het kabinet. Gelukkig heeft de premier en minister De Jonge afgelopen week allebei benadrukt dat ze aan een vrijwillige app aan het werken zijn en dat ze ook aan allerlei privacyvoorwaarden willen voldoen. En dat is ook wat mij betreft echt wel een hele harde eis. Een 60-tal experts heeft uitgelegd hoe zo'n app veilig en verantwoord zou kunnen functioneren. En wat D66 betreft gaan we zo'n app ook alleen steunen als aan die voorwaarden is voldaan. Maar het gaat niet alleen maar over jouw eigen privacy of dat de data die zo'n app verzamelt van jezelf blijft en niet voor iets anders kan worden benut. Waar mijn grootste zorg zit, is dat zo'n app op een gegeven moment een soort van digitaal paspoort gaat worden dat ook stigmatiserend kan gaan werken. Ik wil absoluut niet hebben dat je straks in die 1,5 meter samenleving naar de supermarkt wil gaan en dat bij de deur van de supermarkt aan je wordt gevraagd, mag ik even checken of in jouw app een groen vinkje zit, want anders mag je niet naar binnen. Dat moeten we natuurlijk absoluut voorkomen, want dan wordt nieuwe technologie niet een manier om
de crisis te verlichten en ons te helpen. Maar dan wordt technologie op een gegeven moment een alles overheersend iets dat onze vrijheden nog verder gaat inperken. Als je het dan hebt inderdaad, zitten we bovenop. Ja, precies. Als je zegt van de vrijheid is in het geding, dan is dit een nog sterker voorbeeld haast daarvan. Pascal en Lisa willen weten wat je gaat doen voor studenten. Want de bijbanen vallen weg en het onderwijs verandert heel erg. Zou je daar omwille van de tijd kort iets over kunnen zeggen? Ja, studenten hebben vaak minder goed onderwijs dan ze gewend waren. Betalen wel nog evenveel collegegeld. Zijn ook vaak hun bijbaantjes kwijt. Kunnen daardoor ook minder verdienen. Dus het is ook voor studenten een hele zware tijd. Gelukkig is in ieder geval al de OV-kaart verlengd. En is Duo wat soepeler. Maar als de maatregelen echt langer gaan duren en je minder onderwijs krijgt voor het geld dat je gewend bent te betalen, dan moeten we ook kijken hoe we studenten te hulp kunnen schieten. En wat mij betreft vooral ook de studenten die het hardst worden geraakt, gaan we daar ook echt maatwerk op toepassen. Ja, Arnoud, naar aanleiding, je hebt een interview gegeven vandaag, een groot interview in het AD. Arnoud heeft daar een vraag over. Hij zegt, veel leraren, docenten en ouders zijn druk bezig met het geven van onderwijs. Het is niet ideaal. Zeker geen sprake van stilstand. En de suggestie dat het wel zo zou zijn, vind ik stuitend. Nou, ik hoop dat ik hem al een beetje heb gerustgesteld net met mijn woorden over hoe knap ik het vind wat er de afgelopen weken allemaal in het onderwijs is gebeurd, online en thuis. Maar ik maak me tegelijkertijd wel zorgen over kinderen in kwetsbare posities en gezinnen die thuis minder aandacht krijgen dan ze nu misschien verdienen. En hoe goed we het misschien thuis en online nu ook organiseren. Onderwijs is ook een plek waar je andere mensen ontmoet. Waar kinderen van elkaar leren, waar studenten van elkaar leren. Die zelfontplooiing is niet alleen maar inhoud in je kop stampen en bij een examen laten zien dat je het hebt geleerd. Onderwijs is ook jezelf samen met anderen ontwikkelen. En dat kan, denk ik, toch echt beter als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Maar ik zeg nogmaals, alleen als het ook echt veilig en verantwoord kan. Ja, dus er is geen stilstand, maar die fysieke samenkomst is ook een onderdeel van het onderwijs. Gebeurt er nog iets buiten corona? Moeten we daar heel even kijken of we iets buiten die bubbel van het virus kunnen kijken? Of is dat niet relevant? Nou nee, er gebeurt wel een hele hoop. Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de aanpak van de stikstofcrisis, de CO2-crisis, die op een wat lage pitje zijn komen te staan de afgelopen maanden, omdat ook het kabinet vooral bezig was met volksgezondheid op 1 en dat economisch steunpakket op 2. Maar we realiseren ons als D66 en gelukkig ook bij de andere coalitiepartijen heel erg goed dat we het ons niet kunnen veroorloven dat als we over een aantal maanden uit die coronacrisis zijn, dat we ons dan pas realiseren, oh ja, we konden geen huizen bouwen door te veel stikstof, of onze natuur ligt er slecht bij door te veel stikstof. Of dat de rechter op een gegeven moment zegt, nou, het kabinet doet te weinig aan de aanpak van de klimaatcrisis, dus we grijpen nu als rechter in door een sector stil te leggen. Daar moeten we dus mee aan de slag blijven, dat zijn we ook. En ik heb er alle vertrouwen in dat we binnenkort gewoon hele goede voorstellen van het kabinet gaan zien om zowel die stikstof als die CO2-crisis aan te pakken. En ik vond het net een heel mooi gesprek met Maurits Groen en Stientje van Veldhoven. Het gaat niet alleen over de 1,5 meter samenleving, maar ook hoe kunnen we met alle investeringen die we nu in de economie doen ervoor zorgen dat die groene terugkomt. Ik zag vandaag ook hele verstandige woorden van de Schipholbaas. De luchtvaart wordt hard geraakt. Dan kun je dan heel veel geld geven om die belangrijke sector te ondersteunen en dan weer terug naar normaal. Nee, we moeten ervoor zorgen dat die luchtvaartsector nu ook echt verduurzaamt en vergroent. En dat we op Schiphol niet weer al die gekke vakantievluchten gaan binnenkrijgen waar we juist de afgelopen jaren zo kritisch op zijn geweest. Ja. Dus dat denken staat absoluut niet stil. Ja, die reset eigenlijk waar Maurits Groen het net ook al over had. Dan hebben we nog een vraag over het leven na corona. Oena stelt daar ook een vraag over. Hoe denkt u dat de maatschappij en samenleving op de lange termijn zullen veranderen? Kun je even in je glazen bol kijken? Ik denk dat we deze coronacrisis heeft niet alleen nu op de korte termijn enorme impact, maar dit zou zomaar eens een enorme gamechanger kunnen zijn voor de komende decennia. En we zullen de komende tijd daar ook goed op moeten reflecteren. En ik zie een aantal onderwerpen voor me waar we ook als D66 echt van toegevoegde waarde kunnen zijn. En ik hoop dat jullie als leden van D66 daar de komende tijd ook met ons als Kamerfractie heel erg over willen nadenken. Allereerst zie je dat die coronacrisis heel hard inslaat bij mensen die gewoon minder zekerheid hebben. Mensen in flexcontracten die nu de grootste impact merken op hun banen en op hun inkomen. We waren al aan het nadenken over hoe we dat verschil tussen vast en flex minder groot konden maken en meer zekerheid kunnen bieden. Hoe we beroepen, cruciale beroepen, beter kunnen belonen. Dat zullen we nu versneld moeten doen. Tegelijkertijd zien we ook dat die grote internationale verwevenheid, waar we heel veel welvaart aan te danken hebben, ons ook kwetsbaar maakt op momenten van crisis. Dus daar zullen we ook naar moeten kijken hoe we als Europa, als het gaat om productie van medicijnen en vaccins en persoonlijke beschermingsmiddelen, ook als Europa beter in staat zijn om goed voor onszelf te zorgen. En
Daarnaast, waar we het net ook over hadden, hoe kun je met de enorme economische steunpakketten die we nu op poten hebben gezet, ervoor zorgen dat we het bedrijfsleven ook helpen om deze crisis ook te benutten om die vergroening te versnellen. Zodat we ook gewoon een betere samenleving terugkrijgen. En voor ons als D66, vrijheid, de vrije manier van samenleven, het beschermen van fundamentele grondrechten, dat we ook in tijden van crisis gewoon een fatsoenlijke democratische rechtsstaat blijven. Dat is ook echt een thema dat heel erg bij D66 past. En waar we, denk ik, ook in het verkiezingsprogramma uitgebreid aandacht aan moeten besteden. Ja, en daar wordt de komende tijd natuurlijk ook heel veel over gesproken. Ja, dan toch nog even misschien een pijnlijk puntje van de afgelopen week. Maar Erik en Robin vragen naar het geld over de cultuursector. 300 miljoen is er toch vrijgemaakt. Ja. Maar dat is niet genoeg. Hè? Wat doet en wil D66 nog meer? Nou, ik heb ook in het interview vandaag in het AD en ook in de debatten van de afgelopen weken gezegd, cultuur, ik denk dat we juist doordat we nu zoveel thuis zitten, ons allemaal realiseren hoe belangrijk kunsten en cultuur zijn. Hoeveel we nu genieten van boeken, van prachtige muziek, maar ook hoe erg we het missen om naar het theater of naar het museum kunnen gaan. Dus ik hoop ook dat dit voor niet alleen D66ers, want wij dragen de cultuursector altijd een warm hart toe, maar ook andere partijen zich realiseren dat we cultuur echt nodig hebben. En gelukkig kunnen heel veel werknemers en ZZP'ers in de cultuursector nu ook gebruik maken van alle steunpakketten van minister Wouter Koolmees voor het opvangen van terugvallen in inkomsten of loon. Maar je zag ook dat belangrijke podia, instellingen, musea, gewoon hun huur moeten betalen, die ook kunstenmakers moeten kunnen betalen, dat die echt bij ons aan de deur klopten de afgelopen weken, dat is niet genoeg. Dus die 300 miljoen die minister Ingrid van Engelshoven nu heeft om de cultuursector te ondersteunen is superbelangrijk. Maar ik zeg ook, als de maatregelen langer gaan duren en we nog maandenlang geen festivals kunnen organiseren, niet naar musea kunnen, en er is meer nodig, dan zal D66 er altijd voor knokken om de cultuursector nog beter te ondersteunen dan we nu al doen. De vrije manier van leven staat onder druk. Dat zijn wij niet gewend. Nog steeds zijn er jongeren die in groepen samenkomen. Wat gaat er door je heen? Vraagt Britt zich af. Wat, als je zo'n groep jongeren, vrienden, met elkaar ziet afspreken. Ja, die dat gewoon altijd deden en gewoon niet snappen dat dat nu niet kan. Ja, volgens mij, de meeste mensen houden zich netjes aan de regels. Ook veel jonge mensen. Maar ik heb zelf 2 weken geleden in mijn eigen dorpje nog een paar jongeren aangesproken die met heel veel kort op een kluitje zaten. Maar ik merk ook dat als je mensen erop aanspreekt, dat heel veel mensen zich eigenlijk, je vergeet het ook af en toe, dat je die 1,5 meter afstand moet houden. Juist omdat we zo hunkeren naar dat persoonlijke contact. Ja, ik hunker er ook naar, hoor. Ja, ik vind het waardeloos. Maar goed. Ik vind het toch wel, het is best gezellig, maar het was nog knusser geweest als we wat dichter bij elkaar hadden kunnen staan. Dus ik hoop dat mensen zich gewoon blijven realiseren. Het gaat iets beter in de ziekenhuizen, maar de druk is nog steeds fors. Kijk naar verpleeghuizen waar misschien ook jouw eigen opa en oma zitten. Hoe zwaar de situatie daar is, wat voor een ramp er in die verpleeghuizen gaande is. En wij, ook jonge mensen, moeten eraan bijdragen om dat virus nog verder af te remmen. Zodat we op een gegeven moment ook weer terug kunnen naar die vrije en open samenleving die we zo missen. Ja. Tot slot, na corona gaan we misschien de wereld wel opnieuw inrichten. Rob, misschien heb jij een oproep voor de leden op welke manier ze daarover mee kunnen denken. Ja, ik ben super blij en trots dat zoveel leden nu online aan het meekijken zijn met dit online congres. Maar ik wil jullie ook uitdagen om in de komende weken en maanden met ons mee te blijven denken aan hoe kunnen we tijdens zo'n crisis de juiste maatregelen nemen en onze grondrechten bewaken. Maar ook hoe moet de wereld er na het coronacrisis het tijdperk uitzien. Dan gaan we met het verkiezingsprogramma actief mee aan de slag. We gaan ook als Tweede Kamerfractie meer van dit soort online meetings organiseren over specifieke onderwerpen, zodat we met elkaar dat gesprek kunnen voeren. En ik hoop dat jullie daar ook massaal aan meedoen de komende tijd. Hartstikke leuk. Nou, laten we even kijken. De online leden kunnen nog even naar ons zwaaien. In ieder geval een selectie van 25 vrolijke gezichten. Zitten ze nog in hun woonkamer? Ja, we zijn er toch eventjes erbij geweest. We hebben een beetje het gevoel van dat fysieke contact. Heel erg dankjewel, Rob. En dit was het allereerste online D66-congres. Ik hoop dat het een beetje een redelijk alternatief was. Van Utrecht tot Boksum, van Voorschoten tot Nijkerk. Bedankt voor al je vragen, het meedenken en vooral natuurlijk ook het kijken. Wees lief voor elkaar. Niet een beetje, maar heel erg. Niet alleen nu, maar altijd. Bedankt.